Nu al meer verkeersdoden dan in heel 2013. Het is maandag 7 juli. Dit is Zeeland Nu. Onderzoek naar stijging van aantal dodelijke slachtoffers. Verdachten van schietpartij in Terneuzen voor de rechter. En Zeeuwse molen verankerd in ons DNA. Dag dames en heren, in Zeeland zijn dit jaar al meer verkeersdoden gevallen dan in heel vorig jaar. Vrijdag overleed een 17-jarige brommerrijder en zondag overleed een 52-jarige wielrenster na een ongeluk. En daarmee staat de teller op 19 doden tegen 17 verkeersslachtoffers in heel vorig jaar. En op de redactie staat redacteur Joost van Leeuwen, die de cijfers rond dodelijke verkeersslachtoffers op een rij heeft gezet. Joost, wat is jou nou het meest opgevallen? Hoe snel het op dit moment gaat, dat waren we eigenlijk niet meer gewend. Je zei het al, vorig jaar 17 dodelijke ongelukken in het hele jaar. Het jaar daarvoor, 2012, waren het er maar, alles is betrekkelijk, maar 15. En dan dit jaar, we hebben 6 maanden achter de rug, zijn het er al 19. Dus gemiddeld 3 doden per maand. We kunnen dat op een kaartje laten zien. De reeks dodelijke ongelukken begon op 27 januari bij Oud-Vossemeer. Daarna 2 doden tegelijk bij Bruinisse en vanaf dat moment ging het snel. Wel steeds andere wegen, andere omstandigheden en andere oorzaken. En 2 doden op 2 locaties op 31 mei. Met het afgelopen weekend erbij 19 doden in totaal. Joost, is er iets over die ongeluk te zeggen? Is er een rode draad te ontdekken? Als het gaat om de gebieden in Zeeland, nee. Daarvoor zijn die ongelukken te verschillend allemaal van elkaar. Wat wel opvallend is, er zijn 2 locaties die er uitspringen. Nee, er is 1 locatie waar 2 keer zelfs een ongeluk is geweest, moet ik zeggen. En dat was de Waanweg bij Hoedekenskerke. Eerst een dodelijk ongeval op 31 mei. Dat was een auto die tegen een boom botste. En dan het afgelopen weekend die wielrenster. Maar je kunt niet spreken van een verband tussen die ongelukken. Dus dat is er niet. Wat wel opvallend is het grote aantal eenzijdige ongevallen. Althans, betrekkelijk groot aantal eenzijdige ongevallen. Het waren er van die 19, 6 dit jaar. Auto's die tegen een boom botsen, ik zei het al, dat is gebeurd. Maar ook 2 keer een auto die te water is geraakt en waarbij dan de bestuurder is komen te verdrinken. Joost van Leeuwen, dank je wel. Veilig Verkeer Nederland, afdeling Zeeland, is geschrokken van het hoge aantal dodelijke slachtoffers. Dat is zeker even schrikken te weten dat er ontzettend veel leed schuil gaat achter die kille cijfers die wij van het ROVZ nu in beeld krijgen. 19 doden. Het is dus nog onduidelijk waar deze enorme stijging in het aantal verkeersdoden vandaan komt. Veilig Verkeer Nederland vindt dat dit zo snel mogelijk achterhaald moet worden. We kunnen daar eigenlijk op dit moment alleen naar gissen en dat is niet verstandig. Dus roepen we het ROVZ op om zo snel mogelijk met een analyse te komen van de cijfers van het eerste half jaar. Bij het vergelijken van de dodelijke ongelukken valt 1 ding op. Bijna alle ongelukken vonden plaats buiten de bebouwde kom. De wegen buiten de bebouwde kom, dat zijn 60 en 80 kilometer wegen. Daarvan is bekend dat het de meest gevaarlijke wegen zijn. En die zijn er in Zeeland natuurlijk heel veel. Want dan zou je kunnen denken aan snelheid bijvoorbeeld. Dat zou een oorzaak kunnen zijn, snelheid of van de weg afraken doordat mensen iets anders aan het doen zijn. Het is dus nodig om uit te zoeken van wat zijn nou de oorzaken en kunnen we ergens iets vinden waar we extra aandacht aan moeten besteden. Koninginnedag 2012. Terneuzen wordt opgeschrikt door een schietpartij aan de Larikstraat. Vandaag staat een 35-jarige man uit die plaats voor de rechtbank in Middelburg, omdat hij verdacht wordt van poging tot moord en wapenbezit. Bij de schietpartij op Koninginnedag werd geschoten met een machinegeweer. Een 20-jarige man raakt gewond en ook zijn 52-jarige moeder loopt verwondingen op. De schietpartij komt vermoedelijk voort uit een ruzie tussen 2 rivaliserende groepen jongeren uit de stad. De rivaliteit tussen de groepen leidde in Terneuzen eerder al tot de invoering van het preventief fouilleren. Die maatregel is inmiddels ingetrokken. En inmiddels is ook de eis van het Openbaar Ministerie tegen de 35-jarige verdachte bekend. Het Openbaar Ministerie, de officier van justitie, eist 12 jaar cel onvoorwaardelijk.
Het conflict tussen de twee rivaliserende groepen waar zojuist over werd gesproken is nog altijd niet opgelost. Burgemeester Jan Loning van Terneuzen zegt dat er ook na het afschaffen van de maatregel om te mogen fouilleren nog incidenten geweest zijn tussen groepen. De groepen worden inmiddels al een paar jaar nauwlettend in de gaten gehouden. We zijn nog niet helemaal content, want je merkt aan een aantal incidenten dat het nog niet steeds de oorzaak niet weg is. De angel is er nog niet uit, zoals dat heet. Nou, daar zijn we mee bezig, maar we hebben nog steeds geen aanleiding gezien om het fouilleren weer opnieuw in te voeren. Het is veel beter dan dat het een tijd terug was. Maar er zijn dus nog wel incidenten geweest tussen die groepen? Er zijn ook onderling incidenten geweest, maar niet altijd te bewijzen. Soms is er ook vrijspraak en dergelijke. Dat is het lastige. Maar je kunt het ook gewoon zien. Er is een overval op een juwelier geweest in Sluis. Er is een steekpartij geweest. Altijd nog wel steeds onderling, maar wij vinden het verontrustend. En daar mogen geen gewone burgers de dupe van worden. De gemeente houdt de ruziënde groepen nauwlettend in de gaten. Dat doet ze samen met politie en justitie, maar ook met instellingen als jeugdzorg en scholen. De focus ligt momenteel vooral op de broertjes en zusjes van de bendeleden. Terneuzen wil voorkomen dat ook die het verkeerde pad opgaan. Dus we zitten er bovenop, repressief aanpakken. Politie, justitie en preventief met alle instellingen die maar kunnen zijn. Uniek project in Zeeland. De vader van Marcel en Roland Spanjaard was gek op vrachtwagens en op zijn tweelingzoons. En daarom bouwde hij 30 jaar geleden speciaal voor hen een mini-vrachtwagen. Toen de broers er te groot voor werden, werd de truck verkocht. Maar nu Marcel en Roland zelf kinderen hebben, willen ze de truck terug. En ze hopen via internet te achterhalen wat ermee gebeurd is. Aan de rand van Langeweegje bij Kwaadendamme hadden Roland en Marcel in de jaren 80 de tijd van hun leven. Terwijl klasgenoten rondreden in een skelter, zaten zij op de truck. Een mini-vrachtwagen die hun vader uit oude auto-onderdelen had gebouwd. De broers reden er overal mee naartoe. We reden zelfs mee naar school. Tussen de middag, dan riep ons vader ernaast. Dan gingen wij naar de sportweg, waar de basisschool steeds zit. En dan gingen we naar school. Vanuit de werkplaats schudde de tweeling ook regelmatig de polder in. Net als in het liedje met de vlam in de pijp. Alhoewel... Het ging niet hard, het ging 5 km per uur ongeveer. Maar op die leeftijd was het, de snelheid deed het niet toe. Het was gewoon hartstikke leuk dat wij in zo'n autootje naar school gingen. De wagen is 30 jaar geleden verkocht. De jongens werden te groot. Nu heeft vooral Marcel daar spijt van. Uit nostalgische overwegingen... Weet je dat nog? Ja, dat weet ik zeker nog. Zou hij hun karretje nog een keer terug willen zien? Wat ik zeker zou doen is dat ik mijn dochter en mijn nichtje in het wagentje zet. Een foto van maakt, want dat vind ik wel iets heel bijzonders. Dat ze in het wagentje zitten die hun opa voor hun vaders heeft gemaakt. Dat lijkt me echt geweldig. Bij hun zoektocht hebben ze de hulp gekregen van het vakblad Truckstar. Via de Facebookpagina is de oproep van Marcel al door 20.000 mensen bekeken. Er zijn aanknopingspunten. Het laatste wat ik vernomen heb van het vrachtwagentje is dat hij waarschijnlijk door een autohandelaar in Breda gekocht of gekregen is door mijn vader. Lukt dat niet, dan hebben ze hun mascotte nog, die altijd op het dashboard stond. Veeboer van Iwaarde uit Rilland krijgt zijn in beslag genomen koeien nog niet terug. Hij heeft nog niet voldaan aan alle maatregelen om de leefomstandigheden van de dieren te verbeteren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nam de koeien op 24 juni voor de tweede keer in beslag. Onder meer vanwege het gebrek aan droge plekken in de stal en scherpe drinkbakken. Een beroep daartegen om ze weer terug te krijgen is dus afgewezen. Bij een auto-ongeluk in Terneuzen zijn vanmorgen vroeg 2 mensen gewond geraakt. Rond 5:30 reed op de kruising van de Guido Gazellestraat met de N61 een man door rood licht en botste tegen de auto van een 54-jarige man uit Zaamslag. Beide mannen zijn met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis. Een verkeerslicht dat bij de aanrijding was geramd, wordt door Rijkswaterstaat hersteld. Angelique van der Meet uit Seerabtskerke heeft haar laatste tenniswedstrijd als professional gespeeld. Gistermiddag verloor ze die wedstrijd op het Challenger Zeeland toernooi in Middelburg van de Russin Rodin. Haar afscheid heeft gevolgen voor de toekomst van het toernooi. Het was een emotioneel moment gistermiddag. Angelique van der Meet pakt na afloop van haar verloren finale de microfoon, slikt nog een keer en meldt dan het volgende. Ik ga er niet heel erg op uitweiden. Dit was mijn laatste toernooi vanwege mijn schouder, maar daar gaat het nu niet om. Ik wil echt mijn prijs aan de trainer geven. Tot ziens.
dankjewel. Goed bezig. De schouder van Angelique van der Meet is dus niet meer in staat om op topniveau te presteren. Zij is er dus in de toekomst niet meer bij. Dat roept gelijk de vraag op, hoe nu verder? Het publiek in Middelburg loopt namelijk vooral warm voor de Zeeuwse dames. En dus niet voor hem. Thiago Monteiro, finalist bij de heren. Nummer 371 van de wereld. Niemand kent hem en dus lege blauwe stoeltjes. Ja, nou, we zullen ons sterk gaan beraden. Zeker als Angelique wegvalt. Of dit de ideale combinaties die we nu maken. De paar mensen die er nog waren zagen gistermiddag Monteiro de herenfinale winnen. Dat zou volgend jaar zomaar eens een bekendere naam als Jesse Houta Galoen kunnen zijn. Challenger Zeeland overweegt nu om de focus van de dames naar de heren te verplaatsen. Want toernooidirecteur Sander van Buren heeft met het wegvallen van Van der Meet alleen nog deze dame op de vlag over, Leslie Kerkhoven. Met alle respect, het toernooi stond eigenlijk op Leslie en Angelique. Bernice is natuurlijk ook belangrijk en de andere Zeeuwse meiden, maar we deden echt voor hun. Omdat zij de grote potentials waren. Als er nou 50% wegvalt en we Leslie ook het beste gunnen, maar toch ook heel moeilijk in de stijging zit, maakt het het makkelijker. Wat wil het publiek, denk jij? Ik denk dat het publiek hele aansprekende namen wil hebben en vuurwerk. Wordt dus nog vervolgd. Wij Zeeuwen worden gevormd door ons DNA. Typisch Zeeuwse kenmerken. Maar wat zit er eigenlijk in ons DNA vandaag? De Zeeuwse molens. Wat is de oudste molen van Zeeland? Op naar de deskundige. Sinds 1990 woon ik hier op Zandland. Ik heb opleiding gehad van de vorige molenaar. Sinds 2002 ben ik vrijwillig molenaar. En ik heb me ook verdiept in de historie van deze molen. Ik hoor het al. U bent deskundig. Kunt u het antwoord op deze vraag dan geven? Ja, natuurlijk. Nou, dan gaan we even naar de molen kijken. Kom maar. Laten we de deskundige vooral niet uit het oog verliezen. Nou, dit is een standaardmolen. Standaardmolens werden vroeger gebruikt voor het malen van graan. Binnen elk dorp had vroeger een standaardmeulen. Want de standaardmeulen is eigenlijk de moeder van alle meulens, dat was het beginsel. Er zijn nog 4 standaardmeulens in Zeeland. Er staan er 2 in Zeeuws-Vlaanderen en nog 1 in Waarden, Zuid-Beveland. De gemeentearchivaris van Tolen, Zuurdeeg, hebben historisch onderzoek gedaan naar deze molen. En er is uitgekomen dat deze meulen gebouwd is in 1684. Dus? Is de oudste van Zeeland. Goed om te weten, maar waarom hoort het bij het Zeeuws DNA? Alle meulens in Zeeland horen natuurlijk tot het Zeeuws DNA. Maar dit is een unieke meulen, dit is een standaardmeulen, een Zeeuwse standaardmeulen. En de Zeeuwse gebruiken worden hier ook op toegepast. Zo had de zeilen opgeklampt weer 200 jaar geleden, zo gebeurt dat hier nog steeds. En de molen is gewoon onlosmakelijk verbonden met het dorp Sint-Anneland. Dat is mooi. Toevoegen aan de database. En daarmee besluiten we deze Zeeland nu. Zometeen, dan krijgt u naast editie 2014 over dat Challenger Tennis Toernooi in Middelburg nog het weerbericht voor Zeeland, ook voor de komende dagen. Ik wens u nog een hele fijne avond.